van harte gefeliciteerd met het resultaat. 3-2 bij Sparta. Mm-hmm. Aan het einde was het nog even billenknijpen, hè? Ja, kijk, je verzuimt afstand te nemen. En dan weet je dat een ploeg niets meer te verliezen heeft. Of ze dan die vierde nog incasseren, ja of nee, als zo'n fase aanbreekt. En dan moet je zorgen dat je sterk blijft. En dat hebben we gedaan. Dat hebben we inderdaad gelukkig gedaan. Ja. Het begin, laten we daar eerst even naartoe gaan. Want ik keek op mijn laptop en ik keek omhoog en het bal lag in het netje. Ja, klopt. Wat ging daar mis? Nou, volgens mij was dat overduidelijk. Je ziet dat we rekening houden met een scenario zoals is voorbereid. Deze hadden we nog niet gezien bij ze. Dus dat betekent dat je op zo'n moment beter moet anticiperen. En dat verzuimen we gewoon te doen en halen zij het maximale eruit. Dus toen stond je binnen 8-9 seconden volgens mij, ja. Stond het 1-0. Ja, het was een beetje een gekke variant. Nee, het is een slim bedachte. Hij is goed gestolen. Ja, ik zag hem inderdaad ook voorbij komen, ergens anders. Ja. Ja, nou goed, weet je. We werden erdoor verrast. Wat ik net zei, niet voldoende anticiperen met elkaar. En dan word je afgestraft. Ja, daarna waren we gewoon de betere. Want volgens mij pakten we de controle. Hoe zag jij dat? En hoe zag jij het werken naar die goal toe? Nou, we wisten in ieder geval van tevoren vandaag, gezien de degelijkheid van Sparta, goed georganiseerd, dat we flink zouden moeten investeren om de gewenste ruimtes te kunnen bereiken en te openen. Maar goed, als je dan zo snel op achterstand komt, dan is het ook zaak dat je gewoon wel rustig blijft en je aan het plan houdt. En dat hebben we gedaan. Alleen de eerste helft in het positiespel vond ik persoonlijk dat we te traag speelden. Het weer zal er ongetwijfeld ook een rol in hebben gespeeld. Maar wel samen in de rust over gaat dat het met name in het tempo van denken verhoogd moest worden. Dus, maar gelukkig hadden we wel het rendement vlak voor de rust met de pingel. Omdat hij er een paar keer daarvoor niet in wilde. Nee, inderdaad. En met Pavli ook, die had ook een paar kansen ervoor. Ja. Vond je het lang duren, die goal? Ja, maar goed, dat heeft ook te maken met Sparta. Die gaan natuurlijk niet de poort opengooien en zeggen van nou maak maar de goals en dan kijken we wel. Dus ze bleven vechten, Sparta, en ze hadden het moeilijk. Maar je zag wel de momenten, als wij echt gingen versnellen, ook in de eerste helft, dan kwamen we er ook goed doorheen. Ja. De tweede helft komen we eigenlijk vrij snel op voorsprong, 56e minuut. Ja. Belangrijk aandeel voor Milos, Kerkes, en die had daarna ook nog zijn goal. Ja. Hoe vond je dat hij het vandaag deed? Ja, wisselend. Hij heeft een goed deel in de tweede helft gehad, waarin hij belangrijk is geweest voor de ploeg. Schoonheidsfoutje als het gaat om de 2-2. Dat is gewoon iets wat hem niet mag overkomen. Maar goed, we zijn hartstikke blij met zijn ontwikkeling. Dat mogen duidelijk zijn. Zal daarin nog steeds heel veel stappen moeten maken. En zo'n wedstrijd als vandaag helpt daar weer bij. Ja, een mooie wedstrijd na een belangrijke week. Eerste overwinning op Go Ahead, daarna Dundee uitgeschakeld, nu dit. Een goede stap denk ik richting Gil Vicente. Ja, dit is prettig, uiteraard. We hebben hier weer goede dingen laten zien, maar ook dingen waarvan we weten. Dat moeten we echt weer aanscherpen om komende donderdag ook weer een betere kans te maken op een goed resultaat.